Hallo, ik ben Guusje, de interviewer. Ik ben Lindsay, de regisseur. En ik ben Sascha, de filmer. En wij zijn naar Anneke van der Kamp geweest om haar te interviewen over de Tweede Wereldoorlog. Wanneer had u door dat de oorlog begon? Nou, ons huis, dat moest afgebroken worden, want het werd schietterrein. Amersfoort zou daar de oorlog uitbreken. En dat is niet gebeurd, dat is gebeurd in Rhenen. Daar is de grote herrie toe geweest. Maar alle mensen, dat was het mooie, die zaten 's middags te eten, kregen we bericht dat 's avonds om 5:30 de treinen vertrokken. En waar naartoe wisten we niet. Dus iedereen moest uit het huis. Dus alles was in huis en dat werd allemaal afgebroken. Wat was het ergste dat u in de oorlog heeft meegemaakt? Een bombardement. Van me, waar, ik was met die kenners die dan, waar we in huis waren, in de stad. Het was een bombardement bij mijn moeder. En dat was heel eng. En we wisten niet waar we heen moesten, er was luchtalarm. Dan schoot je maar ergens in een huis. Maar die stonden ook allemaal open hoor. Als zodra de luchtalarm was in de hoofdweg, dan gingen de mensen, deden haar deur open, dat de mensen konden schuilen. En zodra dat luchtalarm afgelopen was, en toen ben ik vreselijk hard gelopen naar het huis waar we waren. En ik zie zo mijn moeder uit de kelder komen, uit de trap. Nou, dat was iets fantastisch. Wij woonden aan de rand van de stad. En als je ons straatje uitging, dan ging je iets naar beneden en dat waren landbouw allemaal. Dus er werd graan gedaan en alle dingen. Dan was er een veewagen en die stopte eigenlijk precies daar in die buurt. En dat was, die was kapot. En hij wou een garage hebben, ja. Dan kan je wel, maar dat is daar heel erg verderop. En die liep weg. En één man die zat daar. En toen was er een meneer in de buurt die heel goed Duits kon. Die is met die bestuurder gaan praten. Maar die wagen, die zat vol met halve varkens. En die halve varkens, die hebben ze mooi uit die auto gehaald. En dan moet je je voorstellen, dan heb je mooi wat er groeit aan eten. En dan zag je zo'n halve varken, zag je zo. Ze hebben hem helemaal leeg gehaald. Midden op de dag. En de volgende dag, ja, daar kwamen de Duitsers om te kijken. Waar is het vlees gebleven? Niets hebben ze gevonden. Wat was het speciaalste moment in de oorlog en na de bevrijding? Moet ik zeggen. En wij hebben natuurlijk die mijn bevrijding niet meegemaakt. Maar was heel leuk. Inderdaad, iets weet ik wel. Ja, we hadden een leuke buurt bij elkaar. Je zorgde voor iedereen. Dat was een buurt, zou ik maar zeggen. En die buurt, die ging een bevrijdingsfeest vieren. Zaten we allemaal bij weilanden vlakbij, want dat was er ook. En toen hebben we in Koninginnedag, dat was 31 augustus, dat was toch van Wilhelmientje, hebben we bevrijdingsfeest gevierd. En toevallig was daar iemand, en die banketbakker, en die had allemaal taartjes gebakken. Gebakjes. Nou, dat was het wat je in je tijden niet had gehad. Dat was het grootste feest, een gebakje.